Een levenstestament, dat is een document waarbij je iemand, een vertrouwenspersoon, volmacht kan geven om namens jou te handelen voor de situatie dat je dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld als je in coma ligt of als je dement bent. De eerste reactie is vaak, ik heb toch een testament, waarom ook nog een levenstestament? Maar door de juiste vragen te stellen, vind ik het leuk om de klant op andere gedachten te brengen en toch het inzicht te geven dat het heel belangrijk is om dat te regelen. Denk bijvoorbeeld aan je effectenportefeuille. Wie mag er beslissingen nemen daarover als je dat zelf niet kunt? En als je wordt opgenomen in een zorginstelling, mogen je kinderen zomaar de woning verkopen, ja of nee? Stel dat je in het ziekenhuis komt. Wie mag dan medische beslissingen nemen over jouw behandelingen? Doordat wij de vermogenspositie goed kennen van onze klanten, kunnen wij de risico's in kaart brengen en hen helpen bij het formuleren van hun wensen.